klassieker komt er weer aan. Aanstaande zondag, Feyenoord-Ajax. Hoogste tijd voor een voorbeschouwing. En daarom heb ik uitgenodigd Ferdy Vierklauw van Ajax. Hallo. Goeiedag. Ferdy. Hallo. Hallo. Alles goed? Ja. Mooi. En van Feyenoord, Ellery Cairo. Hallo. Hallo. Hoe is het? Wie wil er beginnen? Nou, ik denk dat het een bekeken zaak is. Ja. Oh. Het is een bekeken zaak. Dat is een opening. Daar hou ik van. Ik denk toch, ja, wij spelen thuis, dus wij zijn toch in het voordeel. En we hebben toch wel iets goed te maken. En Feyenoord speelt thuis, ja. Nee, Feyenoord speelt thuis, dat klopt. Ja, maar ho. Kijk. Ho! Feyenoord voor ons is natuurlijk altijd een perfecte wedstrijd om uit een dip te komen. Dat is waar. Ja, toch? Dat is waar. Ja, en ik denk dat dat daar verschrikkelijk gaat gebeuren. Het resultaat gaat tellen. En ik denk toch dat wij aan de goede kant van de score gaan zitten. Jullie denken dat jullie gaan winnen? Je staat toch een beetje met knikkende knieën tegenover mij. En je bent toch al een beetje bang, denk ik. Nou, sorry hoor, maar ik zeg dat wij hem gewoon winnen. Zeker weten. Kijk, voor jullie kan je nooit deze wedstrijd met 0-2 winnen. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat gaat wel. Nee. We winnen hem niet met 0-2, we winnen hem gewoon met 3-0. Hij zegt 3-0 voor Feyenoord. Ja, maar kijk, dat zegt hij hier tegen mij. Maar er zitten hier zoveel mensen te kijken. Dan wil ik wel eens dat hij dat tegen de mensen zegt. Dan moet je dat doen. Mensen thuis, Feyenoord wint van Ajax met 3-0. Ja. Het wordt gewoon keihard 2-0 voor Ajax. Wow. Zo. 2-0 en overtuigend, hè? Ook nog overtuigend ook? Ja, zeker weten. Je hebt wel lef. Hij heeft zeker lef, ja. Zeker. Dat vind ik wel, ja. Ja. Dat hoort ook, want dat is gewoon wat er gaat gebeuren. Maar wie heeft er nou gelijk? Nou, dus ik kan maar één gelijk hebben en dat ben ik natuurlijk. Zoals altijd, jongens, we komen er niet uit. Jij denkt dat Ajax wint en jij denkt dat Feyenoord wint. Daar heb ik een oplossing voor. Kijk wat ik voor jullie heb. Een Ajax-geitje en een Feyenoord-geitje. Ah, Wil? Ja, hoor eens. He? Dit is nou het echte gezicht van een ware kampioen. Kijk eens. Ja, laat even dat echte Ajax-hart van jou even werken. Ja, dat doe je toch. Je gaat gewoon lekker winnen vandaag. Hè. Tuurlijk, dat doe je wel voor mij. Hè. Hebben we de toespraken gehad? Tuurlijk. Ja, dit waren eventjes korte toespraken in de kleedkamer. Dat hoorde ik wel. Tja. Hij moet ze scherp maken, hè? Ja, dat is volgens mij wel. Nou, jullie weten hoe het gaat, hè? We gaan ze zo neerzetten. En dan laten we ze los. En wie het eerste cirkel verlaat, dan weten wij wie Feyenoord Ajax gaat winnen. Op mijn teken neerzetten, op mijn teken loslaten. Vasthouden, wij vasthouden en zet maar neer. Gaan we! Hey, maar kijk. De telt ruime overwinning. Hij moet duidelijk op de stip neergezet worden. Dat is niet gebeurd. Is dat niet gebeurd? Dat is niet gebeurd. Dan wil ik dit even terugzien. Het protest moet ik helaas afwijzen. Dus dat betekent zuivere overwinning voor Feyenoord. Ja. Sorry, er kan maar één de winnaar zijn. En dat is natuurlijk gewoon Feyenoord. Gefeliciteerd. A winter's day in a deep and dark December.